hoeveel is die waard? Ik denk dat ik mensen moet betalen om hem te verkopen. Ik denk dat hij niks waard is. Afgelopen zaterdag 17 september kon je in de Centrale Biep Rotterdam schilderen onder begeleiding van Bob Ros. Nou ja, een imitator van Bob Ros. Ik ben Bob Ros, maar jullie mogen me vandaag Saskia noemen. Ja, er worden wel vaker in Nederland en zeker ook in Amerika en andere landen Bob Ros Painting Parties georganiseerd. En dat is super populair en heel erg leuk om te doen, omdat Bob Ros mega positief is en op een hele leuke manier je leert schilderen. En wij dachten van, maar dat is super leuk idee om te gebruiken om mensen ook juist te laten nadenken over vergroening in de stad. Want dit schilderfeestje ging gepaard met de expo Rotterdam wordt groen. De deelnemers halen inspiratie uit de maquettes die in de Biep te zien zijn. Dus iedereen bedenkt voor zichzelf van, hoe zou ik Rotterdam in de toekomst willen zien? En dat kan heel groot zijn of heel klein. Je kan in je eigen straat iets bedenken van minder hondenpoep of heel groot van de Rotterdamse haven moet helemaal roze geverfd worden. Kan allemaal, dat hebben ze net bedacht en dat gaan we nu zo schilderen. Je kan beter te doen beginnen en het daarna dikker maken dan de zon. En dan met een soort X-bewegingen langs de horizon. En begin maar in het midden, dan gaan we daarboven wat blauwer doen. Na een korte uitleg over Bob Ros schildertechnieken begonnen de talentvolle deelnemers met schilderen. Ik ga de Kuip in wat andere kleuren doen, want het ziet er eigenlijk nu best een beetje saai uit daar. En dan veel meer groen eromheen, want het is eigenlijk alleen maar auto's, hekken. Waar moet ik Rotterdam terugzien? Misschien hiernaast zou je nog een Erasmusbrug zien. Verbeeld is, maar in ieder geval aan de Maas. De Maas. Ja. Ziet er mooi uit. Dankjewel. Bob Ros schildert landschappen. En Rotterdam, in ieder geval in mijn optiek, moet er naartoe gaan dat we één groot park zijn. Dus de stad als park of de stad als voedselbos. Dan zijn die landschappen die Bob Ros maakt, zijn super inspirerend om te gebruiken als soort van beginpunt om naar die toekomstdroom toe te werken. En ik hoop door de mensen die hier aan meedoen dat ze ook getriggerd raken om van de stad ziet er altijd heel erg grijs uit. Maar het kan er ook uitzien zoals een schilderij van Bob Ros. En dat is mogelijk. Ja, wat fijn is aan Bob Ros is dat hij heel laagdrempelig is. Toch, iedereen kent hem. En ik denk als je zou zeggen van we beginnen met een andere schilder, zou dat toch misschien een soort van drempel oproepen dat mensen denken van dat kan ik niet en dat is moeilijk. Terwijl bij Bob Ros denkt iedereen gelijk van dat is leuk en ik heb dat gezien, dat kan ik ook. Ik had wel wat meer tijd gewild en ik denk dat ik toch nog wat Bob uurtjes erin moet stoppen. Ja. Hoeveel is hij waard denk je als je hem verkoopt? In het echt is hij natuurlijk goud waard, want wie wil er niet meer groen in de stad?